Burgers en winkelcentra in de binnenstad nemen de voorzorgsmaatregelen die de regering in verband met COVID-19 heeft genomen serieus. Onze nieuwsdienst nam vandaag een steekproef aan de Domineestraat. We vroegen aan enkele voorbijgangers wat ze van de maatregelen vonden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Is een sociale afstand of social distance een van de belangrijkste punten? Meneer, we hebben gezien dat u zich zo net heeft gereinigd. Dat zijn dus, dat is een van de maatregelen die men treft. Wat vindt u ervan? Nou, ten eerste is het sowieso belangrijk dat we onszelf moeten beschermen. Het is niet zomaar een maatregel welke getroffen is natuurlijk. Dus het heeft natuurlijk een achterliggende gedachte. Dus veiligheid, dat staat natuurlijk vast. En ik vind het prima. Ook is het zo dat er nu ook een maatregel geldt. Partiële lockdown. Tussen 8 en 6 moet niemand op straat zijn. Heeft u daar moeite mee? Persoonlijk ik. Niet echt. Simpelweg vind ik het feit dat ik rond 9 uur, 10 uur al thuis ben. Veelal. En eigenlijk moeten we het zo zien. Het is eigenlijk meer tijd voor ons om door te maken met onze familie onder andere. En ik probeer dus het positieve eruit te halen. Dus ik denk dat we het eigenlijk allemaal zo zouden kunnen aanpakken. En Ivan zegt social distance, maar je weet niet wat dat is. Ik ben bezig, ik slaap de hele dag. Als ik van het werk ben, is het baden, eten, slapen. Maar wat heb je dan gehoord van COVID-19? Je moet echt voorzichtig nu zijn, man. Je moet je aan de regels houden. Ja. Wat zijn de regels? Alles ontsmetten. Ja. Ja. Eva, zo is ook social distance. Dus zo net zag je een beetje te dicht op je collega's hebben gezegd. 1,5 meter tot 2 meter afstand houden. Oké? Okay? Zullen we dat doen? Jawel. Be safe. Thank you, zelfde. Ook hier voor een van de winkels in de binnenstad zien we dat de sociale afstand wordt gehouden. Er zijn rode streepjes geplakt, zodat men die afstand in acht kan nemen. En we zien dat mensen zich goed proberen te houden aan de regels om dus op die rode lijnen te staan. En eerst hun hand te reinigen voordat ze de winkel binnengaan. En we zien dat er ook zo een bekendmaking is gezet. Beste klant, gelieve uw mondkapjes en handschoenen vooraf af te doen en uw handen bij de daarvoor bestemde wasbak te wassen. Ik verkoop mijn wasmi anu, temseri mijn wasmi anu, telesmako mijn gile mijn denspoiti toe. Ja, want uno wana siki en asiki anu fu kondre. En mi aba bribi in garo dak anu kan komoro di alexade no no. Ook om morgen dat alles maar op de vrijbaka. Wat me vieren, wat me zakken, legi. Meer bankrekenen, legi. Me vieren, en me tijd dat me vieren. Zo lees me eens donna, also dat wat er heel wan lona, mi aisa de wet ma esuko. Man, hoe nengere abeng. Al da pam tang. Me ka jeb de me gdem betre tu, man om konja, uno wani. En me begi alles maar. Met de hoorde tina also, want la tour is de fond toe. Dat mi ijs heeft ze. Mi knapa mo fedoro, mi buurjang heeft ze, mi tegen kegno. Heb de man tegen om gastraat moet je binnen blijven, want de doof pita in ze toch? En ojere ago de wipen. En je schrijft zoeken. Im tam mek usi fa augo dat alasam kan kombu baka. Want u wan scoren op u wan roko. Zo, uno mantang. En mijn accelanti ook toe, dat ik van een serie, we hebben een oppo, fado dwang aan uno, want de muntapo do wan un pai. Den pot wan san juno, dat pai op tien somoro minder. Dat me begi lanti toe. Carla Boetius met een reportage vanuit de binnenstad van Paramaribo.